President Daisy Bouterse heeft zich samen met kopstukken uit de regering en overige relevante diensten gebogen over de ontstane zorgwekkende situatie in Zuid-Suriname als gevolg van de extreme neerslag. In het volgende verslag geeft het staatshoofd wat meer duidelijkheid. Ik wil een hele korte beschrijving geven en natuurlijk de verantwoordelijke instantie en CCR kan later op detailvragen van u ingaan. Laat me beginnen aan te geven dat zo'n 3 weken geleden er een alarmerend bericht binnen is gekomen van enkele dorpen in het zuiden. En het alarmerende ervan is dat er constante regenval was, waardoor de dorpen die eigenlijk alleen maar per vliegtuig bereikbaar zijn, werden geïsoleerd. We hebben de zaken aangekeken en toen de zaak verder ging verergeren, zijn er dus acties ondernomen. De mensen verwarren het hoge water met de regenval. Laat me beginnen aan te geven dat het hoge water voor wat de dorpen waar wij het over hebben niet direct invloed heeft. De constante regenval heeft directe invloed op de banen, waardoor de vliegtuigen niet kunnen landen. De vliegvelden werden afgesloten en de situatie zag er daaruit dat er geen echte verbetering in zou komen. Om u een idee te geven, reeds zeker 4 weken kunnen we dit dorp niet bereiken. Bij de geringste regenval is dorp Sipaluwini direct van alles verstoken. Er is een initiatief genomen vanuit dit dorp, Kwamalasamuto, vanwege de ernst van de zaak, dat men 2 dagen gevaren heeft naar hulp en terechtgekomen is op Kuruni. Hier heeft men contact met ons gemaakt en de vraag was: wat stellen jullie voor? Zij wilden ergens op Amatopo, klein dorpje aan de quarantaine, wilden ze van daaruit een stuk fourage terug naar het zuiden. De mensen zijn begonnen om een trail van meer dan 40 kilometer te kappen in het bos. Geloof me, als je niet in nood bent, ga je niet eerst 2 dagen varen om daarna 40 kilometer te kappen. We hebben logistieke ondersteuning gestuurd om deze mensen te helpen, de groepen gesplitst. 1 van hieruit laten kappen per GPS en de andere hier gedropt, zodat we vanuit 2 kanten tegelijkertijd konden werken. Door omstandigheden is deze groep richting Luzi gegaan en deze groep zat vrij goed qua de GPS, maar kortom, de mannen hebben elkaar niet bereikt. Ondertussen probeerden wij ergens bij de Kouvals een brughoofd te maken om van hieruit, wanneer dit plan lukt, om hier te kunnen fourageren, zodat deze dorpen in elk geval van medicamenten, voeding, kleding enzovoorts. Deze dorpen liggen vrij hoog of en de huizen zijn op palen. Maar de kostgrondjes liggen laag. Dus we schatten toen op dat moment dat we over een week dat de mensen echt wel problemen kregen met hun cassave, aardappelen, mais enzovoorts. Dat is de essentie van dit verhaal. Het probleem wat we hebben gehad op Galibi is bekend. De grote swamp achter Galibi richting Mungo
welke als buffer dient voor opvang van water, is overvol geraakt en het water zoekt dan de kortste weg terug naar de rivier. En dat betekent dat het water dwars door Galibi gaat om de Marwijnen te kunnen bereiken. Jaren geleden is er een kanaal gegraven en een insertie gemaakt om het water te begeleiden. Helaas zijn die totaal dichtgeslipt en we gaan kijken welke ondersteuning we daaraan kunnen geven. Niet zo'n grote ramp, omdat je natuurlijk uit de stad kunt rijden met een truck naar Albina, je neemt op Piaka en je bent op Galibi om de mensen te ondersteunen. Maar u hoort het al, u neemt een truck, u neemt op Piaka, het kost geld. Als u gewoon naar onze operatie, naar Kouvals, van Kouvals naar Amatopo, van Amatopo naar Kuruni, dat gaat allemaal per vliegtuig. En als de banen niet goed zijn, moet je de heli inhuren. Een heli is $3000 per uur. En je zult moeten hoppen. De heli kan niet zoveel meenemen. De heli heeft problemen ten aanzien van brandstof. Goede logistiek ten aanzien daarvan. Dus het is een noodsituatie. We moeten zeggen, we hebben hulp ingeroepen. We hebben hulp ingeroepen sowieso van de Amerikaanse ambassade. We hebben hulp ingeroepen van de Braziliaanse ambassade per nota. En we hebben uiteraard geklopt aan de deur van onze regering. We hebben via financiën 1 miljoen ter beschikking. 1 miljoen, want ik hoor 200 miljoen. 1 miljoen SRD om de directe kosten van transport, van de vliegtuigen, van de trucks, van het inkopen van goederen. Ik moet wel zeggen, heel veel donaties zijn er. Zelfs de Chinese ambassade is ingekomen. Er is een team welke zich daarmee bezighoudt. De middelen gaan naar NCCR en er is een team waar we elk dubbeltje kunnen verantwoorden. Summa summarum, ik ben blij met deze meeting vandaag. Er is een noodsituatie hier in de gebieden die je alleen maar per vliegtuig kunt bereiken. Tot nu toe, zitten we langer dan 4 weken, kunnen we hier niet bereiken. We gaan een poging wagen om Sipaliwini en de kamp Sipaliwini te bereiken. Het is tegen de Braziliaanse grens, zoals je ziet. Heel moeilijk. De andere situaties waar, langs de grote rivieren, waar het water stijgt, dan heb je binnen enkele uren, zit je tot kniehoogte voorlopig. 2006 was het voorbij je hoofd. Maar enkele uren later, dat was ragué. Maar geloof me, een heerskorre, patja patja. Die kinderen kunnen niet naar school. Kortom, het is pezen, het is trekken. En de ministeries zoals Volksgezondheid, LVV enzovoort, de relevante ministeries, worden erbij betrokken. We hebben hulp gevraagd. En wat we willen doen, tot slot voor mijn gedeelte, we moeten een manier vinden om de baan van Kouvals te verharden. Hier is de grootste concentratie. Ik praat over 1800 tot 2000 Surinamers die hier wonen. En hier. Deze baan zullen we moeten verharden. Er is militair technische situaties waar we naar kijken. We kijken naar het kostenaspect en we kijken naar sponsoren. Deze baan moet verhard worden. Want als hier verhard is, hebben we een groot deel van het probleem opgelost. Ik weet of er nog vragen zijn. Ik kan me voorstellen dat de mensen die het binnenland kennen zeggen van ja, het Watra kon heen. Maar ik ben ooit geweest naar Keizer, de man is niet waar. Dus het hoogwater heeft te maken met de dorpen die dicht bij de rivier zijn. Het zijn meer de Marondorpen. De minste, geringste stijging van het water. De rivier gaat over zijn oevers. Direct problemen, zeker scholen en de huizen die dicht bij het water zijn. Hier zijn de kostgrondjes, idem dito. Het probleem hier zijn de banen.
En het heeft niks te maken met grote overstroming van rivieren. Het heeft te maken met de constante regen welke we hebben gehad in de afgelopen weken. Ik hoop dat we hiermee, en ik ben blij dat heel wat mensen gebeld hebben, van leg het nog een keer uit, want Azamburuya Burab Chinzo. Aansluitend op de statement die de president heeft afgelegd, moet ik zeggen dat wij gelijk nadat de situatie geëvalueerd was, dat we begonnen zijn met het treffen van voorbereidingen om dus de noodhulp naar de diverse gebieden te brengen. En de situatie op dit moment is dus zo dat we zover zijn dat eigenlijk alles reeds in place is om morgen, zondag, de eerste vluchten uit te voeren. En in dit geval zullen de eerste vluchten uitgevoerd worden richting Koruni en Amatopo. En we hopen en we proberen ook de dorpen Alalapadu en Sipaliwini te bereiken. Dit is de eerste vluchten en vanaf dat moment zal er dan een continu aanvoer zijn, totdat we dus de diverse dorpen allemaal hebben aangedaan. De goederen die getransporteerd zullen worden, die zijn dus voedselpakketten, waarin in samenspraak met de leiding, de directe leiding binnen de leefgemeenschappen, een zodanig pakket is samengesteld dat er dus alleen spullen zijn in de pakketten die de mensen daadwerkelijk gebruiken. Want anders zou je dus best wel andere spullen kunnen hebben waar de mensen dus niet mee geholpen zijn. En houdbaar, langer houdbaar zijn. Dus niet direct aantastbaar zijn door water. Een andere kwestie is, er wordt dus ook bekeken om naast voedsel ook nog brandstof te kunnen transporteren richting de dorpen. Omdat het ook wel van belang is om de mensen die het al vrij moeilijk hebben, om natuurlijk ook de brandstof voor hun lichtvoorziening te kunnen garanderen. Er gaan dus ook deskundigen, zullen dus ook richting het gebied gaan, om na te gaan hoe eventueel de mensen geholpen kunnen worden bij het opnieuw beplanten van de kostgrondjes, et cetera, zodat ze dus uiteindelijk de voedselzekerheid weer gegarandeerd is in dat gebied. En dat het soort en het type gewassen die eventueel daar gebruikt of geplant kunnen worden, daar zullen we ook de deskundigen laten meekijken en eventueel de mensen laten begeleiden. Voor wat betreft de medische voorziening is het dus van belang dat de medische zending aanwezig is. Tijdens wateroverlast is een van de ziektes die vaak voorkomt, of een van de verschijnselen die we vaak zien of vaker zien, is bijvoorbeeld diarree. En na diarree, naast diarree, krijg je dat als diarree, als ontlasting in contact komt met water, dan krijg je natuurlijk allerhande problemen die daaruit zullen. Dus het is een soort vicieuze cirkel waarin je blijft als er dus niet medisch wordt ingegrepen. Een aantal dorpen daar is de medische zending actief en die zijn allemaal nog intact. Maar je hebt ook een paar dorpen waar dus de medische voorziening nog wat ondersteuning behoeft. En daar gaan we dus zeker ook wel naar kijken. En als laatste moet ik zeggen dat we proberen om als de vliegvelden, want de president legde ook al uit dat de vliegvelden zijn eigenlijk de main issue. Het moet bekend zijn dat de vliegvelden, vooral in de dorpen van de in het binnenland, de bovenlandse inheemse dorpen, zoals ik ze noem, die zijn vaak genoeg op savanna grond gebouwd. En iedereen, we kennen allemaal Sanderij, het zand van Sanderij. Dus, en die grond is zeer susceptible voor water. Als het één dag niet heeft geregend, dan trekt het water weg. De volgende dag is het weer helemaal drassig. En dat is eigenlijk het probleem van een aantal van de vliegvelden in het binnenland. Dus men verkijkt zich vaak op als het vliegveld wel open is of niet open is. Wij letten liever op, is het vliegveld geschikt of ongeschikt om op te landen. En als we met lading daar aankomen, moet het natuurlijk zo zijn dat het vliegtuig veilig kan landen. En natuurlijk ook weer veilig weg kan gaan. Dus
Kortom, voor wat betreft de operationele activiteiten, is NCCR bezig. En de ondersteuning die we krijgen, onder andere is ondersteuning van het leger. Op het gebied van logistiek en zeker op het gebied van personeel. De mensen zijn al bezig op NCCR, et cetera. Er zijn een heleboel bedrijven die zich hebben aangemeld om te kijken wat voor ondersteuning kunnen ze geven. Er zijn ook vanuit internationale organisaties, zoals de PAHO, is er al toegezegd dat we de UNDP, UNICEF, zijn allemaal van die internationale organisaties die hebben aangegeven dat ze dus eigenlijk ready staan om waar nodig steun te kunnen, te kunnen verlenen. De gebieden waar we het over hebben, zijn ook kinderrijke gebieden. Zijn ook gebieden waar er veel kinderen aanwezig zijn. En natuurlijk proberen we ook daarmee rekening te houden. Dat je niet alleen maar dingen stuurt die alleen voor volwassenen geschikt zijn. Maar dat je zeker rekening houdt met bijvoorbeeld zaken waar kinderen ook mee geholpen kunnen worden. Dus schoolschriften, dat soort zaken. Babyvoeding wordt naar gekeken. Dat zijn een aantal van de zaken waar dus rekening mee wordt gehouden. Ook mensen die een beperking hebben, daar wordt ook rekening mee gehouden. De verhouding man-vrouw, daar wordt rekening mee gehouden. Dus er zijn een heleboel facetten waar we rekening mee moeten houden. Om dus te weten dat we met de juiste dosering de juiste artikelen brengen op het juiste moment. Ik moet zeggen dat we elke keer als er problemen zijn geweest in het binnenland, dat we altijd ondersteuning hebben gehad van zowel het bedrijfsleven, de bevolking zelf, de Surinaamse bevolking heeft altijd bijdrage geleverd. En we zullen sowieso ook vragen dat we, wanneer de noodzaak er is, zullen wij natuurlijk oproepen zetten en oproepen plaatsen, om dus dat de mensen eventueel ook hun bijdrage zullen willen en kunnen leveren. Ik vraag echter wel, en dat is misschien een nood die ik plaats, dat men wel de juiste informatie gebruikt. Want ik heb dus ook een aantal zaken gehoord waarbij dus mensen zich in principe verlaten om misinformatie in de wereld te sturen. En we vragen om dat dus achterwege te laten. Alle mensen die op het grondgebied van Suriname wonen zijn Surinamers. En wij zullen dus voor alle Surinamers ons best doen om ze, als ze in nood verkeren, om ze dus uit die nood te halen. Meneer Slijngaard heeft gesproken over benzine. Mensen zullen zich afvragen, ja, waarom moet er benzine gaan? Hij heeft net aangegeven over de medische zending, maar niet alleen de medische zending. Als er zich ongevallen voordoen en zieken en op dat moment er geen luchtverbinding is, dan moeten de mensen verplaatst worden met de boten naar plaatsen waar er wel luchtverbinding is om ze te kunnen transporteren. Of naar Nieuw-Nikeri of naar Apura of Paramaribo, waar ze wel verpleegd kunnen worden. Antena ya weto mono me patawala le en patale kenda atale pata ala la palu kwa mala si pale ni kuluna moto fehi pata sai de me koyaso on te me api problem tapsi ala presi apresi na fehi presi ala la palu kwa mala kuruni amotopo si pale ini so fehi de dorop drape mi kondre afara mar upina nonu drape nonu mi tatap se mi abi kron drape amrate dape meki amira lai dape watrasungu dape akon toko-toko utu dati de drape nunu de darom problem unu kondre drape jena tuna aya yo mono ne tapku de tikku me wale iya tatapku ni eto
Asrefi watra te alleen kon furu da akon doti watra. Abi serefi abi toko-toko akon watra. Uno man dringi moro dati. Saya dia unu waktu drape unu waktu soso aling te aling kong dau peti patu fu kibri aling dat nemo unu diringino. Semalene kana imate wa ko amala sa utu na ida na antino. Ati tau ne. Tiri ko na aling kana imane hala ma sieme ma kure tamale. Ida ne na ida si antino male ida. Naga free fiat outu Aosungu akreatif di field serifi omlat drilesi apling fadong dan ina kuamal samutu apling anu sakamoro nono daro dati apling outu daro demang anu livet punya moro fonsmi dati mi praxe mi fanoru outu fu playing sakana nga kuamala ala peresi paka omlat aling kong furu nono de dati kap patawalado na ida pono dia sipade ini si kengala Maku dia, nikahnya maku dia rekan, kekutanya, tangan, apa pun yang saya wakilkan, saya nak ketai, putih nak kemanya mau nikahnya. Kanda dalik aling, tialing bawa inosab sang udringi, wujud fosi temu kena foto, mewan tak kena presiden, dan saya dua FIAJP, dan wujud fosi dati. Pun atau memale, tengah ada apa atau me, kita me. Tadi pasiennya tu orang nolong tanya, mudah itu siapa tu orang sekolah tanda adila, tidak bisa antenanya ya. Unu abi ap kini negeri drape, aku nak sekolah, aku suku watra, aku suku yang, dati unu fanoru hu drape, dati kapten taki. Kalau memang kan yang aku dah, utte kita betul mana etah tau me, je, tiri tau me, kokolah mat tau me, kuliah tu naik etah nak kema, semalam kuliah malam aku tu juga naik etah nak, bukan dia. Kapten taki muko ifo foto si muko arki fosi na presiden efi presiden tawani yepi efi sang muyere fosi dam tefi miyere dam muko fotel baka. Tot slot wil ik onze mensen in het binnenland geruststellen, althans zij die me kunnen volgen. Er komt hulp, er wordt zwaar gemobiliseerd. Ik moet tot nu toe ook het bedrijfsleven bedanken, men belt waar ze water kunnen sturen, waar ze brood beschuit, dat soort zaken, zoute vis. De regering is zwaar bezig, het bedrijfsleven komt in. We werken er letterlijk dag en nacht aan, dus we willen de mensen geruststellen. We zijn bezig met een tijdelijke oplossing en tegelijkertijd ook, zoals ik eerder aangaf, dat we proberen naar een permanente oplossing voor het gebied rond Kwamala Samuto. Natuurlijk, desmaf Arapadu. Die mensen hebben geen licht, ze hebben geen water, ze hebben, het vliegveld is niet bereikbaar. Ze hebben de man aan telefoon, dus als ze gaan het toch niet horen, je kunt ze ook niet bereiken. Vaak per radio, wil het wel eens één keer per dag. Maar kortom, land hier bezig. Nanga eigenlijk nanga bedrijfsleven morofara ook toen nanga Dorosee ambassade voor Jep Chawang wang verlichtico in een noten voor Esma. Ik vind het jammer, ik was gepakt en gezakt om vandaag hier naar het gebied te gaan, maar het is helaas niet gelukt. Misschien later op de dag.